Leuk dat je kijkt naar het Weekjournaal. We beginnen deze uitzending met de jeugd. Loes, Sven en Ian gaan binnenkort een spannende uitdaging tegemoet. Wie staan hier eigenlijk allemaal voor me? Ik ben Loes. Ik ben Sven. Ik ben Ian. Hey, en ik heb mij laten vertellen dat jullie volgend jaar geen speler meer zijn van Excelsior 31. Maar waar gaan jullie heen? Ik ga naar Twente. Ik ook. Ik ook. Dus alle drie naar Twente. Wat gaaf, hé. Hoe komen jullie nou bij Twente? Ze kijken gewoon bij de training of bij de wedstrijd. En dan gaan ze je uitkiezen om te scouten. En welk team zitten jullie nu? Onder 11 bij Excelsior. En jij? JO 13-1. Dus jij doet eigenlijk met de jongens mee. En daarom ben je nu ook gescout, omdat je eigenlijk te goed was voor de meiden. Mag je het bij Twente bij de meiden gaan proberen? Ja. Weet je al in welk team je komt? Ja, onder de 16. Gaaf. Heb je er zin in? Ja, heel veel. En wie van jullie vindt het eigenlijk stiekem wel een beetje spannend om zo naar Twente te gaan? Niet echt. Ik heb er al een jaar getraind, dus van de voorselecties en zo. Dus eigenlijk ken je het wel een beetje daar? Ja. En jij dan, Ian, wat verwacht je ervan van Twente? Hoog niveau, goede andere kinderen om je heen en veel wedstrijden winnen. Ja, je wil echt winnen? Ja, sowieso. Hebben jullie eigenlijk al veel gewonnen hier bij Excelsior? In deze competitie nog niet echt. Nee. Waarom zit je nou zo hard te lachen, Ian? Omdat het waar is. Dus eigenlijk hoop je dat het bij Twente dan beter gaat? Ja. Omdat je ook andere leuke voetballers om je heen hebt die ook goed kunnen voetballen? Ja, en dan kunnen we meer wedstrijden winnen dan hier. Oké, nou, waar verheug je het meestal bij Twente? Om tegen goede clubs te spelen, op hoog niveau te spelen. Ja, dat eigenlijk. Nou, dan ben ik eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Maar zijn jullie ook allemaal voor FC Twente? Ik wel. Oh jee, Ian. Wil je dat even op de camera toegeven? Voor welke club ben je hier? Ik ben voor Ajax. Oh jee. Mocht je dan wel naar Twente? Ja hoor. Okay, daar doe je dus niet zo moeilijk over. Nee. En bij FC Twente, daar ga je natuurlijk voetballen. En dan hopen jullie natuurlijk ooit een keer daar in het grote stadion te staan van Twente, neem ik aan, toch? Ja. Heb jij de meiden gezien, Loes? Ja. Zijn het kampioen geworden, hè? Ja. Hoop je ooit ook kampioen te worden met de dames van Twente? Ja. En mogen wij dan als Excelsior TV een keertje langskomen om jullie dan te interviewen als jullie allemaal beroemd zijn? Ja hoor. Ja. Mag ik dan ook een shirtje van jou, Ian? Zeker. Met een handtekening van jou, Sven? Ja. Okay, veel plezier. Ja, bedankt. We spraken Loes ook nog apart, want Loes is het eerste meisje dat de overstap maakt van Excelsior 31 naar FC Twente. Okay. Loes, bij jou is het eigenlijk echt een extra bijzonder verhaal, hè? Want je bent het eerste meisje wat hier doorbreekt naar de FC Twente jeugdopleiding. Hoe vind je dat? Ja, super gaaf natuurlijk. En jij bent echt hier begonnen met voetballen. Kan je even vertellen wat je hier allemaal gedaan hebt? Nou, bij de minis ben ik begonnen met voetballen. En daar mocht ik al gauw met wat hogere teams meedoen. Toen ben ik ook opgevallen bij het Twents Regio team. Daar voetbal ik nu 3 jaar bij. Toen speelde ik bij de MO 13-1. Maar daar had ik eigenlijk niet veel meer te leren. En ik wou beter worden. Dus toen kreeg ik de kans om bij de JO 13-1 bij de jongens mee te doen. Zodat ik daar meer kon leren. En die kans heb ik gepakt. Ja. Vond je dat dan niet stiekem spannend of irritant dat je dan met de jongens mee moet doen? Jawel, ik vond het wel spannend. Maar het ging gelukkig allemaal goed? Ja, allemaal. Het gaat prima. En is het dan niet moeilijk dat je bijvoorbeeld dat de jongens vaak wat groter zijn dan jij of zo waar je tegen speelt? Nee, beuk ik ze gewoon. Dat maakt jou allemaal niet uit? Nee. En nu ga je naar Twente. Dat was niet helemaal een onbekende weg voor jou, hè? Want je vertelde me net dat je eigenlijk al best wel wat meisjes kende daar. Ja, klopt. Ik ken heel veel van het Twents Regio team. En vanaf de KNVB ken ik ook een paar meiden. Wat vind je nou echt het spannendst? Niks. Je bent niet bang? Nee. Je gaat er gewoon voor en je ziet het wel? Ja, ik heb er wel zin in. Ja. En het is een hartstikke mooie stap. FC Twente meiden is kampioen geworden. Nou ja, eigenlijk officieus kampioen. Ze hebben volgens mij nog 1 doelpuntje nodig of 1 puntje nodig. Dan zijn ze gewoon kampioen van Nederland. Is dat iets wat jij later ook wil? Ja, dat lijkt me heel gaaf. Dan, dat je gewoon die schaal omhoog tilt? Mm-hmm. Ja. En dan misschien zelfs in oranje? Of is dat dan een hele stoute droom? Nee, dat zou ik ook gaaf vinden, ja. Wie is nou eigenlijk jouw lievelingsspeelster? Heb ik niet. Dat ben je zelf. Ja, ik weet niet. Ja, Loes, heel veel succes bij Twente. Maak er wat van. Schiet er een paar doelpunten in. En beuk ze aan de kant. Ja, dankjewel. Afgelopen weekend was het groot feest op de Koerbelt. We blikken terug met Art-Jan van de supportersvereniging. Art-Jan, afgelopen weekend was het natuurlijk een groot feestweekend. Hoe kijk je daarop terug?
Ja, top. Alles zat mee. Mooi weer. De wedstrijd zat daar niet helemaal mee met een fikse nederlaag. Maar het was top. Het was een geslaagd evenement. Ja, laten we eventjes bij vrijdag beginnen. Is wel zo netjes. Het was natuurlijk een evenement voor de jeugd. Hoe ging dat? Ja, eigenlijk best gesmeerd. Normaal zijn we heel druk met organiseren en alles moet in binnen de lijntjes. Deze keer het niet gedaan. We hebben springcursus neergezet. We hebben een gratis doel neergezet. Speler van het eerste, Stijn, heeft erbij gestaan om de scores bij te houden. We hebben een buikschuifbaan met water en zeepen er neergezet. Ja, en bleek gewoon, de jeugd had niet zo heel veel nodig. Die wouden gewoon een leuke avond met elkaar, een beetje disco erbij, broodje frikandel. Ze waren teleurgesteld dat ze weer naar huis in moesten om 9 uur. Ja, die hadden nog wel even wat langer doorgewild. Die waren nog lang niet moe. Nee, het ging heerlijk. Ja, top. Nou ja, dat is voor de jeugd, is misschien voor herhaling vatbaar ook. Ja, zeker. En daarvoor is zeker ook die opbrengst geweest van de online bingo die we afgelopen december natuurlijk gedaan hebben. De opbrengst daarvan willen we gebruiken voor de jeugd. Nou, een goede D-kamp in de toekomst hebben we daarvoor gereserveerd. Maar een evenement als dit kost ook een hoop geld, alle stormbanen, springkussens. Maar goed, dat kunnen we nu organiseren omdat we een mooi potje hebben. En dan zaterdag, dan mogen de oudere mensen eventjes los. Want inderdaad, je zegt het wel, het eerste verloor helaas. Maar dan mocht de pret niet drukken. Nee, absoluut niet. We zagen toen we aankwamen rond de middag dat het terras al redelijk vol stond. En dat is eigenlijk gebleven tot 9 uur. Kolenboertje was om 4:30 volgens mij door alles heen. We hebben 200 krat bier in totaal weggezet. Volgens mij betekent dat wel dat het een succes was. Verlotingje erbij, Radje van Fortuin erbij. Ja, zonder Raad van Fortuin, geen supportersvereniging. Dat is echt wel jullie handelsmerk geworden, hè? We misten dat binnen onze club. We zagen bij andere verenigingen dat die het wel hadden. Wij hadden zoiets beter goed gegrapt of slecht bedacht. En het slaat aan en het werkt gewoon perfect. Ja, aan de beelden te zien was het ook een zeer geslaagd feest. Ik ben dit keer maar achter de camera gebleven. Is denk ik wel beter inderdaad. Voor herhaling vatbaar. En dat doen jullie dus alweer aanstaande woensdagavond. Als het eerste hier ook thuis speelt. Met een Super Wednesday. Wat houdt dat precies in? Ja, het is. Het valt dus nu ook nog toevallig samen met de finale van Feyenoord. Het eerste speelt thuis tegen Stedoco. Volgens mij wordt het weer mooi weer. We hebben een terras, muziek, DJ. Een groot scherm waar de mensen Feyenoord op kunnen volgen. En we zijn dus met de boer opgegaan voor wat mooie prijzen. En voor het Rad van Fortuin zit er onder andere een Garmin Forerunner 45 in. Dat is een hardloophorloge van volgens mij €150. Er zit een trolleycover in die normaal €200 kost. Dus dat zijn eigenlijk fantastisch mooie prijzen. Plus het feit dat de club heeft gezegd van de toegang is deze keer voor niks. Het is op een woensdag. Mensen toch wel een hogere drempel om te komen. Die kunnen nu allemaal voor niks komen. Krijgen ook allemaal een loodje bij de ingang om mee te doen aan het Rad van Fortuin. Dus nog een reden om te komen. Ja, en ons kennende Radje van Fortuin komt er weer bij later op de avond. En wordt gewoon weer een gezellig feest. Heel veel zin in. Heel veel plezier alvast. Ja, dankjewel. Komt goed. Het eerste elftal verloor afgelopen zaterdag tegen Sparta Nijkerk. Aankomende zaterdag is het tijd om de schade te herstellen tegen Hoek. Lucas, afgelopen zaterdag 4-0 verloren tegen Sparta Nijkerk. Een ouderwetse afstraffing? Ja, qua stand zeker. De eerste helft was nog niet eens zo heel slecht, denk ik. Creëren wel wat. Ja, gaat redelijk gelijk op. Ja, kom je ongelukkig 1-0 achter. Maar de tweede helft leek het helemaal nergens op. En dan verlies je gewoon terecht. En 4-0, ja, je wordt gewoon afgestraft. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Ja, dat is altijd de vraag. Zeg maar. Die eerste goal was een beetje ongelukkig. Bij de tweede maak ik natuurlijk een grote fout. En je merkte gewoon mentaal onder de jongens dat toen iets knapte. Ja, 3-0, 4-0. Zeg maar. Ik denk dat op een gegeven moment die 2-0 een mentale klap was voor ons. En dan vallen die andere goals natuurlijk ook vrij makkelijk daarna. Ja, dan krijg je nog ongelukkig die panel tegen natuurlijk. En die 4-0, ja, dat is gewoon. Ik had persoonlijk het idee dat na de 2-0 dat er wat gebeurde in het team. Zeg maar. Met natuurlijk die week daarvoor en daarvoor ook al een nederlaag. Het was echt alsof toen er iets brak mentaal. Ja. Ja, even daarover inderdaad. Je zegt mentaal breekt er misschien iets. Ik sprak vorige week Jasper Veldkamp. Toen vroeg ik hem, is er sprake van een verval? Hij zei van nee. Verliezen van Sparta Nijkerk kan natuurlijk. Maar het is wel weer de derde nederlaag die inmiddels ook in jullie hoofd zit. Ja, dat klopt. Dat was voor de wedstrijd absoluut helemaal niet zo. We hebben het ook goed geëvalueerd. We hebben ook gezegd, het kan gebeuren. Maar nou is het zaak om te laten zien dat we daarmee om kunnen gaan.
En zaterdag tegen Hoek moeten we er gewoon staan en dan moeten we laten zien. En het is natuurlijk niet zo dat we heel dramatisch hebben gevoetbald. Zaterdag tweede helft was natuurlijk niet best. Maar afgelopen weken ook een beetje moeite met scoren. Maar iedere keer beginnen we gewoon, het heet goed, je creëert kansen. Ja, het is gewoon een beetje ongelukkig soms. Maar als we die kansen maken, dan wordt het gewoon iedere keer een hele andere wedstrijd. En zaterdag zullen we gewoon zorgen dat het wordt omgedraaid. Ja, dan de afgelopen drie wedstrijden 0 punten. Van bijna plek 3 naar plek 6. Ga ik me toch ook aan jou vragen. Is er dan sprake van iets van een verval of een klein crisisje of zo? Ja, verval, crisis. Het is maar net hoe je het noemt. Kijk, het gaat hard met punten. Het staat allemaal dicht bij elkaar. Nu verlies je 3 keer. We hebben nog 4 wedstrijden te gaan. Pak je weer 12 punten. Dan is het, sta je er ineens heel anders voor. En dan sta je zo weer in de top 3 waarschijnlijk. Zaterdag uit naar Hoek. Dat is al een wedstrijd op zich. Alleen de busreis zal aanvoelen als een wedstrijd. Hoe gaan jullie naar Hoek toe? Wij gaan naar Hoek toe gewoon vol vertrouwen om daar 3 punten op te halen. Ja, niet meer en niet minder. Gewoon 3 punten, goed voetbal op de mat leggen, scoren en gewoon weer het oude Excelsior laten zien en winnen. Kijk je dan nog op tegen zo'n lange busrit? Nee, echt niet. Dat zou natuurlijk een leuke busrit terug zijn als je de 3 punten meeneemt. Toch even over jou. Je zei net al, je maakte bijvoorbeeld een klein foutje. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar is het dan extra, ja, speciaal wil ik niet zeggen, maar extra zuur dat er dan heel veel mensen op de tribune zitten, die dat jou dan aanrekenen? Ervaar je iets van persoonlijke schuld daarin of zo? Nee, dat kan gebeuren. Kijk, het was gewoon een grote fout. En tegen Groes ook al zo'n momentje. Tuurlijk bal je daarvan. Ja, je doet het niet bewust en dat is ook een beetje als verdediger. Kijk, als je een fout maakt, is het vaak fataal. Ja, ik moet gewoon zorgen dat ik daar alleen maar beter van word, van leren. En dat hoort bij voetbal. Hoe sterk ben jij mentaal? Ja, dat geen idee. Dat gaan we denk ik zien de aankomende weken hoe we het oppakken. En hoe ik persoonlijk oppak en hoe we het als team oppakken. Veel plezier en succes. Dankjewel. De wedstrijd van Hoek tegen Excelsior 31 begint aanstaande zaterdag om 2:30. De samenvatting is later dit weekend bij ons te zien. Dit weekjournaal zit erop. Bedankt voor het kijken en een goed weekend.